eigenlijk net een bruiloft, hè? Ze komen allemaal voor jou. Ja, nou, ik denk niet alleen maar allemaal voor mij, maar ik ben wel heel blij dat ze er allemaal zijn. Ja, ja, ja. Ja, ja, dan heb ik ook zo van, ik wil ze allemaal bedanken. Ik vind het gewoon altijd leuk dat ze er zijn. Dus, ja. Is jou trouwens al opgevallen dat jij boven iedereen uitkomt met die schoenen? Dat ik wat? Dat jij boven iedereen uitkomt met die schoenen. Ja, maar ja, dan zeg ik wat gekscherend. Ik vind dat wel prettig als ze tegen me opkijken. Ja, Remco, film even de schoenen. Beetje ordinair, maar film ze. Leuk hè? Mooi hoor. Waren ze nog duur of ik heb nog gesponsord? Gesponsord. Ik zeg gesponsord. Ah, ik krijg gesponsord. Ja, ik heb één sponsor, dat is René. Oh, René is een sponsor. Ik heb ook nieuwe schoenen nodig. Oh, ja? René mij ook sponsor. Ja, dan moet je even wachten een paar uur en dan zal hij er wel een paar op hebben en dan komt dat. Ik geef hem wel even wat bier en ja, dan komt dat goed. Hey, hele fijne dag nogmaals. We zullen vandaag nog wel 20 keer tegen het lijf lopen, maar het komt helemaal goed. Ja, succes hè. Dat was wel even een optreden, hè? Ja, dat was even wel. Je hebt er warm van, of niet? Ik zweet altijd. Ja, maar je hebt al heel de zaal losgekregen. Ja, zo is het. Omdat het wel herkenbare nummers zijn, denk ik, die het altijd goed doen op deze presentatie. Nou, zeker. Ja, mijn nummers doen altijd goed. Ja, het volkse natuurlijk. Ja, ja, ik ben volkse jongen, dus. Ja, maar en ik ben gek van Brabant. Oh, ja, maar je komt zelf niet uit Brabant? Ik kom zelf niet uit Brabant, nee. Nee, nee. En toch helemaal... Dicht bij Amsterdam. Oh, uit Amsterdam? Ja. Oh, oké. Okay. Weet je dat, Liz, de bloemenbollen? Dat is makkelijker te zeggen. Nou, daar is Hillegom. Ja, oké. Okay. Okay, daar dus. En nou hoor je het ook. Nee, maar jouw band met José? Ja, José ken ik natuurlijk al jaren. Nou ja, ik train al jaren natuurlijk op met een grote artiest. Ik kwam José tegen en zo ging het eigenlijk. José ging steeds verder met zingen. Ik zie hem gewoon doorgaan en zeg ik tegen José, het gaat hartstikke goed. Maar je ziet dat het resultaat is. En het is een spontane meid, weet je. Het is, ik ben zelf, hoe moet ik het zeggen, een gewone jongen. Ik ben een volkse jongen. Ja. Ik hou niet van het nagemaakte gedoe. Nee. Daar kan ik niet tegen kijken. Ik zal een handje geven, maar die komt bij mij niet. Nee, je hebt geen plaats hier. Nee, nee, maar dat zou zeggen. Ja, ik denk dat het wel een goede eigenschap is van artiesten. Ja, en heeft José ook wel, hè? Nou ja, kijk, ik vind als je mensen een strooifoto van je wil hebben. En ze willen, weet je, op de foto. Of de kinderen die willen op de schoot zitten. Ja, dan ben je gewoon verplicht eigenlijk. Om die mensen dat te gunnen. Want ze komen voor jou. Ja. Er zijn ook mensen dat ik optreden met mijn concert. Zo. Die kwamen uit Brabant, Groningen, Friesland. Ja, die mensen kan je toch niet laten barsten. Nee, die komen helemaal voor jou. Dat zijn toch jouw mensen die jouw album kopen. Eigenlijk ook een beetje, om zo gezegd, de mensen waar je het van moet hebben. Ja, tuurlijk. Toch? Ja, tuurlijk. En dan kun je lekker arrogant doen, maar dan kom je niet ver, denk ik. Helemaal niet ver. Nee, echt niet. En dat is waarschijnlijk ook wel de reden dat jouw albums gewoon zo goed lopen. En ook dat je overal gevraagd wordt op cd-presentaties. Nou, ik doe niet zoveel presentaties hoor, cd-presentaties. Want ik doe bij José wel, daar ben ik gewoon eerlijk in. Als ik echt een presentatie doe, dan kunnen ze gewoon betalen. Daar ben ik gewoon eerlijk in, hoef ik niet om te liegen. Maar José doe ik het wel en nog bepaalde mensen. En, en dan zeg je, ah, bij die doe je het wel. Dat is mijn pakje, Jan. Maar als ik gewoon normaal kom, ik kan niet altijd voor niks komen. Nee.
Weet je, dat is wel mooi, maar ja, dat kan niet. Nee, nee, kan gewoon niet. Nee, dat gaat ook niet. Dan ben ik gewoon eerlijk. Het is ook een beetje je werk, toch? En, dat is mijn werk. Ja. En je kan natuurlijk niet voor niks blijven rijden. Kijk, ik doe heel veel voor tegen kanker. En ik heb natuurlijk verleden jaar al west gefietst. Ik ben nou ambassadeur geworden van de Glazen Hart van de Vonkstichting. We gaan nou voor kinderen. Ja. En ja, daar ben ik ambassadeur van geworden. En 31 mei hebben we een heel groot feest in Warmond. Daar is José ook bij. Heel groot feest. Alle artiesten heb ik allemaal. Allemaal komen allemaal het goede doel voor die kinderen. En daar ga ik ook mee door. Mijn hele leven ga ik daarmee door met de kinderen. En we hebben daar zaterdag, ze hebben spinnen. Dan ga ik zelf 2 uur achter me gaan spinnen. Ja. De burgemeester gaat het openen dan. En het is ook voor zaterdag een heel groot feest. Dus we hebben 2 grote feesten. Ja, we hadden heel veel geld op. Ja. Dus dat is, ja, ja, dat is gewoon mooi. Dat is gewoon prachtig. Ik doe dat al 23 jaar naar mensen die ziek zijn. Dat doe ik al 23 jaar. En ja, dat doe ik nog steeds. En die bellen me dan op. Of de mensen of de kinderen bellen op van heel. Kun je nog naar mijn moeder komen? Is, over een paar maanden gaat mijn moeder overlijden. Ja. En nou, dan ga ik er naartoe. Dat is allemaal heel persoonlijk ook. Ja, dat is heel persoonlijk. Dus... Ik heb het al jaren gedaan. Ik weet niet waarom. En daar kom ik nooit meer vanaf. En ik, ja, het geeft mijn kracht. Jawel. Ik bedoel, ik kan het ook krijgen. En ja, ja. En dan... Ja, de emoties van die mensen. Kijk, je kan niet naar iemand gaan die doodgaat van hoe gaat het met je. Nee. Maar dan ga je over je muziek hebben. Ja. En als je de meesten kent die mij altijd volgen in de jaren met shows. Nou ja, die heb je een band mee. Ja, en ze hadden ook kracht dat jij muziek misschien ja, zeker. Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik hou van het leven, dat nummer, dat is zo gigantisch. Dat waren mensen, die waren zo ziek en die hebben 1000 keer gedraaid. En om het nummer van ik hou van het leven. Ik denk, hoe ken dat nou? Ik ken het nummer zo goed zingen, zo met gevoel. Alle nummers zing ik uit mijn hart. Ja. Hoe ken dat nou? Ik ben kwam thuis s'nachts 4 uur. Ik heb de cd al gezet, ik heb hem 20 keer achter elkaar gehoord. Nou moet ik het toch eens weten. Ja, ik denk, ja, jouw koffer staat al in de gang. Ja. Maar wie houdt dan niet van het leven? Ja, ja, ja. Ja, iedereen. Ja. Dan putten gigantisch veel mensen energie uit. Daar was ik toch wel stil van, ja, eigenlijk. Ja, is toch wel heel mooi. Ik heb dat zelf natuurlijk ook met bepaalde nummers. Als je een beetje verdrietig bent of je hebt wat, een beetje sore is. Hij heeft zelf ook je kracht uit. Ja. Ja, dus eigenlijk is het raar om andere mensen er ook weer bij jou. Ja, precies. En dat begrijp ik. En dat is eigenlijk een heel goed compliment naar jou toe. Ja, denk toch? Het wel. Ja, het mooiste compliment kun je niet krijgen. Blijf je nog hangen? Ik ben nog, ja, ik ga niet zomaar weg. Ga nog de zaal in? Ja, ik ga de zaal in. Nog even een paar... Ja, nou, ik ga in ieder geval de zaal in. Ik ken een paar mensen die willen mij nog zien, dus ik kan niet zomaar weglopen. Dat doe ik nooit. Geef het album niet van José? Nee, die heb ik al gehad toch van José? Oh, die heb je al gehad? Ja, dus... Draai hem thuis even lekker. Oké, jongens, hartstikke. Hé, bedankt hè. En houdoe, hè. Houdoe. Ja, ik sta hier ergens backstage. Theo is allemaal rondjes aan het lopen. Hij heeft de smaak goed te pakken. Mario Veldman gaat naar optreden. Theo heeft hem net even achter de schermen gesproken. Dus daar gaan we even naar kijken. Per quanta noia ancora c'è in questa notte appena nata. Yeah.
Ik ga je zitten.